NOS nieuwslezeres Amber Brandsen is bevallen van haar dochter. Afgelopen woensdag zijn Amber en haar partner Rachid Vinge ouders geworden van Taylor Suzie Vinge. Tekst gaat verder onder advertentie. De journalist deelt op Instagram met grote trots een foto van haar nog net geen week oude baby. Ze werd geboren in de vroege uurtjes van 3 februari, schrijft ze bij de foto van een slapende Taylor. Taylor heeft papa en mama nu al om haar kleine vingertje gewonden met haar schattigheid. Ook Rachid heeft op zijn Instagram-pagina de foto van zijn dochter gedeeld om haar zo voor te stellen aan de wereld. Taylor is een engeltje, vooral overdag, grapt hij. Dat Taylor een nachtdier is blijkt ook uit de online geboortekaart die de Kersverse ouders hebben gemaakt. Daarop is te lezen dat Amber en Rachid om 2:58 ouders zijn geworden van de bijna 50 centimeter lange Taylor. Al jouw dromen zijn die van ons, schrijven haar ouders. De naam van het kleine meisje moet op zijn Engels worden uitgesproken, net als bij haar moeder en betekent maker, zo staat op de online geboortekaart. De ouders hebben de naam bedacht tijdens de Netflix-show van comedian Taylor Tomlinson. De tweede naam, Suzie, is een vernoeming naar Suzie Wolf, tot op heden de laatste vrouw die heeft deelgenomen aan een Formule 1 weekend. Buzzelets blokkade.